Ontwerpchef Agnes Daniels heeft vandaag tijdens een persconferentie aangegeven dat het niet lukt om het nieuwe dienstrooster landelijk uit te voeren. De aanleiding is het conflict met de Surinaamse Politiebond over het niet landelijk uitvoeren van het dienstrooster. Sinds 2013 zijn er geen nieuwe politieagenten in dienst gekomen, zegt Daniels. Er zijn meer manschappen nodig om het nieuwe dienstrooster overal in te voeren. Vandaar dat zij het besluit heeft genomen om het rooster klein als pilot uit te voeren. Want als er knelpunten zijn die de dienst zouden kunnen stagneren, dan is het maar een beperkt gebied waar je makkelijker op kunt inspelen dan wanneer landelijk alles tegelijk vastloopt. Want dat zou betekenen dat de dienstverlening naar de samenleving niet meer gegarandeerd zou zijn. Ja. Dus dat is de situatie zoals het is op dit moment. Wat ik wel moet zeggen is dat als ik dan via de verschillende media moet vernemen hoe men publiekelijk de korpschef, de korpsleiding en het bevoegd gezag beneden alle fatsoensnormen bespreekt, dat dat wel een absoluut dieptepunt is in de historie van de relatie tussen bestuur van de Surinaamse Politiebond en de korpsleiding. Nochtans wil ik ook van deze plaats duidelijk stellen dat bij de korpschef er altijd ruimte is voor communicatie. Daniels ondersteunt verder het initiatief van de SPB om verlichting te brengen voor de politieambtenaren. Echter moet het pilotproject beheersbaar worden uitgevoerd om de continuïteit van de dienst te garanderen, zegt de korpschef. En daarover moet goed worden gecommuniceerd. Maar in elk geval ben ik het ook eens met de redenering en de argumenten dat het nachtmiddagmorgen systeem te veel druk heeft op medewerkers. Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant is ook dat je met het normale dienstregeling zoals we dat nu kennen, nachtmiddagmorgen, je sowieso al komt op meer dan die 168 uur. Dus er zijn een heleboel redenen om voor die dienstregeling te zijn. Dus als we inderdaad op het juiste aantal mensen waren, dan was deze discussie niet eens nodig en dan waren we waarschijnlijk niet bij elkaar voor dit moment. Want dan was het zonder meer die overgang, want dan heb je voldoende mensen gehad. Dat was het enige punt, denk ik, waarover verder op nagedacht en geëxerceerd zou moeten worden, die wettelijke regeling met betrekking tot het uren, de urensituatie. Aldus korpschef Agnes Daniels. Volgens haar lukt het niet om het nieuwe dienstrooster landelijk uit te voeren.